We staan hier bij Ordina en ik praat met Ernst Schipper. Ernst, wat doe jij bij Ordina? Ik werk op de recruitmentafdeling. En dus ik ben mijn dagelijkse taak is om te zoeken naar het schaarse talent. Oké, voornamelijk IT? Nee, niet alleen IT, ook bedrijfskundigen, business consultants zoeken wij veel. Dus een redelijk brede groep van mensen die interessant zijn voor ons. Maar IT is waarschijnlijk wel de moeilijkste factor om nu te vinden. Ja, wat je ziet, het IT is natuurlijk niet meer, niet heel veel mensen gaan exact studeren. Heel veel mensen zijn meer aan de zachtere kant of aan de bedrijfskunde kant. Het is niet echt zacht, maar... Dus dat is inderdaad lastig. Ja, want jullie zoeken ook diehard programmeurs bijvoorbeeld, echt IT'er? Ja, die zoeken we ook. Dat is ook een gedeelte van Ordina. Mensen die het gewoon leuk vinden om iets te bouwen. En dat is dus naast de mensen die het leuker vinden om bedrijfsprocessen te verbeteren en dat soort richtingen. Doen jullie projecten in-house of worden de mensen gedetacheerd bij jullie? Beide. Het ligt er een beetje aan, ook aan je eigen ambities, wat je zelf interessant vindt. Sommige mensen vinden het heel leuk om heel vaak bij verschillende klanten te zitten. En andere mensen zeggen van, hey, laat mij nou gewoon maar lekker naar een vaste file kiezen elke dag. Okay. Of misschien zelfs wel op de fiets naar mijn werk gaan. Een vaste file, jee. Ja, precies. Maar waar zitten jullie gevestigd? Ons hoofdkantoor zit in Nieuwegein. Ja? Maar we hebben verder nog een aantal satellietvestigingen door heel Nederland zitten. En betekent als ze zeg maar in-house zouden ontwikkelen, betekent dat ze aan een vast product voor Ordina werken of maatwerk voor klanten? Vaker maatwerk, maar we hebben ook een aantal producten die we zelf verkopen. Oké. En jullie staan in nummer 14 in de Computable Top 100. Mm-hmm. Dat betekent dat jullie imago redelijk goed is. Hoe denk je dat dat komt? Ik denk dat geldt voor alle grote bedrijven die veel mensen zoeken. Onze business is eigenlijk mensen. Ik bedoel, een applicatie maken kan alleen maar door mensen. Ja. Een bedrijfsproces verbeteren kan alleen maar door mensen. En dat betekent, als je die mensen wil hebben, dan moet je ze ook goed behandelen. Okay. En wat verschilt jullie dan van bijvoorbeeld een Society of een Logica of Atos? Nou, dat vind ik wel een leuke vraag, want die wordt eigenlijk altijd gesteld. Wat verschilt het eigenlijk? Ja, ik kijk eigenlijk niet zo naar het verschil. Okay. Het is eigenlijk meer van, hey, wij zijn wie wij zijn. En dat is ook iets wat wij belangrijk vinden. Dus wees nou gewoon jezelf. Ga nou niet proberen je aan iets te spiegelen wat je... Dus wat is Ordina dan? Ik denk dat Ordina echt is. Mm-hmm. En dat het heel erg te maken heeft met van, hey... Ik wil vrijheid hebben om de dingen te doen die bij mij passen. Okay. Betekent ook dat je dus ook moet nadenken over dingen die bij je passen. Ja, ja. Wat soms ook lastig kan zijn. Daar faciliteren jullie ook in? Ja, begeleidingen zeker van starters is voor ons heel erg belangrijk. Want we zijn niet een bedrijf die draait op alleen maar starters. Okay. Het is een relatief klein aantal die wij maar aannemen. Okay. En daarom zijn ze ook speciaal voor ons. Ze krijgen dus meer begeleiding en willen ze zo snel mogelijk ook zeg maar zoveel mogelijk leren als adviseur of als programmeur of wat voor functie dan ook. Wat is denk je een beetje de verhouding tussen jong professionals en wat meer ervaren mensen? Dat is moeilijk te zeggen, omdat dat verschilt een beetje per unit. Ik denk dat je in grote lijnen moet zien dat 10-15% van onze totale populatie als jong gezien kan worden. Okay. Maar niet hele grote aantallen dus. Okay. Dankjewel.